Ja, Wouter, de big jump zit er weer zo goed als op. Vertel eens, hoe is het geweest? Heel fijn. Het was niet zo warm als vorige jaren, maar toch, ja, wij kunnen tevreden zijn met de opkomst. Een veertigtal mensen die gesprongen hebben. We hebben soms eens stubbelen als het echt goed weer is. Maar we mogen zeker niet klagen. Dat zijn echt wel moedige mensen die nu durven springen. Ja, en er zijn toch altijd een aantal durvers die van boven op de brug durven springen? Ja, ieder jaar. Dat is echt ongelooflijk. We zijn daar ook de brandweer zeer dankbaar voor. Dat die een sweep doet. Dat de bodem van de rivier echt proper is. Want veiligheid gaat toch boven alles. Mies en Jilke, jullie zijn net met de big jump in de Dender gesprongen. Vertel eens, hoe was het water? Het viel eigenlijk echt nog wel mee, ja. Het was goed. Niet te koud? Ik vond het een beetje koud. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Is het de eerste keer dat jullie meedoen? Nee, voor mij niet. Al een paar jaar. Voor mij is het de eerste keer en ook de eerste keer dat ik heb gesprongen. Dus... Het was spannend. Ja. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Omdat het water in onze rivieren is nogal vervuild. En om dat aan te klagen en zo er aandacht voor te vragen, springen wij in de rivier. Dat is wel mooi, hè? Ja. Ja. Ga je het nog doen? Zeker, zeker. En jij, nu dat je de eerste keer achter de rug hebt? Ik ga het proberen dat nog te doen met de JNM. Ja. En hoe zit dat juist? Jullie hebben in het water hier gesprongen van aan de kaai. Zijn jullie van boven durven springen? Ik niet, maar... Ik heb van boven gesprongen, van op de kaai en van de brug. Was dat niet eng? Ja, maar het was... als je daar zo op staat, dan denk je van, oh nee, wat gaat er gebeuren? En dan spring je en dan ben je zo van mij toe en dan zo komen of zo. Shit, ik ben aan het vallen en dan pas voelt hij het water en dan zegt hij gewoon, oh my god, wat moet ik nu doen? En vertel misschien nog eens, waarom doen jullie dat precies, die big jump? Wel, wij doen dat eigenlijk in geheel Europa op honderden plaatsen tegelijkertijd om aandacht te vragen voor de zuivering van het water. Ons oppervlaktewater is eigenlijk jarenlang een beetje een open riool geweest. En Europa heeft heel die politiek veranderd. Mensen zitten vaak op Europa kritiek aan het geven, maar Europa heeft heel veel goed gedaan. Onder andere dit. En dankzij die politiek zit er weer overal vis op rivieren. Kunnen vissen weer migreren. Binnenkort gaat men in Ninove een vistrap bouwen om vissen te laten migreren van zee naar rivier en terug. En dan kan je alleen maar het beste verhopen van dat die kwaliteit nog een beetje beter wordt. En dat extra duwtje, dat geven de mensen nu. Ja, en we staan er nu natuurlijk in Ninove waar de Dender doorloopt. Hoe is het gesteld met de Dender op zich? De Dender op zich, in de zomerperiodes kan dat redelijk kritisch nog zijn. Nu valt het mee, het heeft geregend. Maar bij lange droogteperioden zijn dat eigenlijk 13 lang aaneengesloten aquariums waar dat water stilstaat. En dan zie je wel, vorig jaar zag je bijvoorbeeld het water echt groen worden. Dat is nu niet het geval. Dus momenteel ça va, maar er is nog progressie mogelijk, zeker. Ja, Theo, je bent hier juist met de big jump in de Dender gesprongen. Vertel eens, hoe was het water? Het was goed. Nee. Het was doenbaar. Waarom doe je daar eigenlijk aan mee? Waarom dat ik er aan meedoen?
Ik zwem één keer per jaar en dat is hier. Dat is waar. En zou je van boven durven springen? Die een tijd is voorbij. 4, 3, 2, 1. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.